een beetje een rare eigenschap van Iris is dat zij ook veel nood aan affectie. Ik ben niet zo'n persoon, maar ik laat het gewoon begaan. Typisch Vivian. Elke keer als er iets spannends gebeurt of whatever, dan is dat om haar blijdschap te uiten. Hij heeft een hele rare gorilla actie. Dus zie je het voor je, Vivian is droevig, zie een beetje wateroogjes, een beetje moe. En dan heb ik zoiets van, oké, Viv, kijk eens, en dan doe ik dit. Zo leuk als hij dat doet. Niels heeft altijd zo'n hele brede tandpasta smile. En hij eet echt abnormaal veel, ja. Ja, ik heb altijd wel veel honger. Dus als ik eet, dan doe ik het ook goed. Een van de rare trucjes die Sarah heeft is knuffel, beer of whatever het ook is, pietje. Mijn typisch is bij de Lano is zijn babyface. En hij haat het als ik dat zeg. Gita, heb jij een rare eigenschap? Weet je dat van jezelf? Ze heeft de kaars. De kaars is heel belangrijk in het leven. Want het houdt je heel erg alert en scherp. Gewoon midden in een gesprek, kaars. Ik heb bijvoorbeeld wel een rare eigenschap dat als ik me nadenk dat ik altijd mijn tong uit mijn mond haal. Dat hij een golfbal heeft. Brrr, dit is Ibo. En dat hij doet alsof dat een mens is. Geen golfballetje, dat is een persoon. Hè. Dat is een goede vriend van mij en een goede vriend van iedereen. Dat vind ik best apart. Een hele gekke eigenschap is dat Ilian, als ze danst, laat ze constant scheten. Er zijn meerdere rare eigenschappen bij Synergie. En voor we beginnen doe ik altijd een beetje psh, 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 voor de zekerheid. Als ze een scheet laten, dan druk je mee de deo. Ik kan niet langer dan 3 minuutjes serieus blijven. Hij stopt gewoon nooit. Synergie, energie. Zij heeft haren, lang haren, en die moet ze dan naar achter gooien en dat is door middel van een... Ik kan soms zo beestig uit de hoek komen. Ik heb al echt een paar keer haar achterhoofd op mijn neus, op mijn kaak en op mijn voorhoofd. En overal gehad eigenlijk waar het niet hoort te zijn. Hij zit gewoon altijd in mijn weg. Ze is wel heel erg... Vernederlandst. Ja, ik zit met 3 Hollanders in het huis, dus dan praat ik maar een beetje mee. Hè. Dus scheldwoorden als in verdikkie, dat begint te worden... Hoi je bakkes. En dan heeft het zo'n schattig stemmetje, toch? En dan... Tering! Tering, zo van die dingen. Hè? Ja, ze zijn eigenlijk heel onbeleefd. Wij Belgen zijn heel beleefd.